Zeker weet niet dat ik er ben. Oké, okay, ik ga hem laten schrikken. Zeker! Good morning, people! Bello-truim. En draai. Het probleem is ik ga heel hard gillen. Wat? 3, 2, 1. Hallo! Zeg het ze! Zeg het ze! Doe het! Onze poes? Nee! Good morning, people! Jullie hebben in de video van gisteren kunnen zien dat wij ouders zijn geworden van een poesje. Adoptieouders, niet echt ouders. We hebben het geadopteerd. Ik heb het niet gebaard. Goed, superleuk. We hadden alleen nog geen naam. Nou, jullie hebben heel veel comments achtergelaten met leuke naampies. En we hebben uiteindelijk wat gevonden. De naam van ons nieuwste familielid is geworden... Mac. Mac! Van... McDonald's! En Mac Miller. Ja. Nicole en ik hadden onze eerste date bij de McDonald's. Dus dat vonden we een leuke naam. Wil je me stoppen met de knuffelen? Want het is nu leuk. En een van mijn favoriete artiesten is Mac Miller. Dus ik denk, dat is een mooie combi. Mac van McDonald's en Mac Miller. Laat me even in de comments weten of je een toffe naam vindt. De poes is nog niet bij ons, want we wonen nog niet in het huis. En zodra we daarin gaan, gaat de poes pas mee. Dus poes pas. Ha, leuk. Maar dat is ook helemaal niet wat ik vandaag film. Ik wou het gewoon jullie even meedelen. Maar mag ik wel zeggen, kijk, ze heet Mac. Dat is de echte officiële naam. Maar... als je denkt van Nicole, waarom noem je de Mackie? Ik noem gewoon graag een koosnaampje. Ja, jij noemt hem Mackie. Maar Lars noemt Mac, want Lars vindt dat niet passen bij een kat. Jawel, maar die kat heeft toch een naam? En als jij dan tegen mensen gaat zeggen, ze heet Mackie, terwijl ze Mac heet, dat is dat toch raar? Ja, ik noem het zo, ik zeg gewoon niet, dit is mijn bitch, terwijl je Nicole heet. Vandaag eindelijk weer een video in het huis. We gaan weer wat doen. Tenminste, de afgelopen dagen is er heel veel gedaan. Ik ga het jullie ook showen straks. Maar ik ga vandaag met mijn vader een vloertje leggen. De slaapkamer wordt gefixt, dat er gewoon een vloer ligt. Dan is alles geschilderd, gevloerd. Kunnen we de technici dan slapen? Willen we wel eerst even alles ready hebben natuurlijk, maar we're making some progress. Er is ongelooflijk veel aan de hand in het huis. Er is voor de rest nog in de woonkamer niet veel gebeurd. Jullie hebben het meeste wel gezien, maar... het schilder is net langs geweest, want deze muur krijgt natuurlijk een speciale look. En Nicole moet hem eerst even wit maken. Ik heb het even gedaan, hè? No? We zijn naar koelkasten kijken. Ja. We hebben natuurlijk besloten om de vaatwasser hier te doen, waardoor de koelkast weg is. Dus willen we zo'n grote Amerikaanse koelkast. Nou, en we hebben een vette koelkast gevonden. Die koelkast heeft... komt. De koelkast heeft een deur in een deur. Dus dat betekent dus dat als je de grote deuren open doet, heb je alles wat je minder vaak pakt. En als je dan de deur dicht doet, zit er een klein deurtje in. En dan kan je biertjes pakken en blikjes drinken. En is het een waterreservoir. Dus je hoeft geen waterlijn naar de koelkast te trekken. Nee, je kan gewoon eikenplopjes en water. Nou, helemaal fancy. Ja, dan weet je wel weer voor geld gespaard. Yes. Dus jullie kijken dit nu. Thanks voor de koelkast. Mijn vader is de ondervloer aan het leggen die onder de vloer komt. En daar kan ik hem niet echt bij helpen. Nee, want, is de ondervloer onder de vloer? Nee, nou, even weg hier. En dan gaan we vandaag een vloer in de slaapkamer erin leggen. En dan is die ook dus al bijna helemaal klaar. Dus het gaat echt de goede kant op. Ja, je bent gewoon al begonnen, joh. Je zou misschien denken, Las, laat je je vader alles doen? Nee, je helpt wel. Ik ben er ineens zo goed in. Gezien. We zijn best wel even bezig geweest, maar de vloer in de slaapkamer ligt erin. Ik weet niet of jullie wel eens een vloertje hebben gelegd, maar dit stukje bij de deur is altijd het meeste werk. Nou, mijn vader heeft dat vrij strak gedaan. You like it? Niet waar ik voor kwam, maar het ziet er goed uit. Waarvoor kwam je dan? Ja, maar dat komt zo. Jeetje, man. Altijd weer aan het eten. Kan ik hier gewoon op staan? Het is een vloer. Nu moeten we nog dit hele deel. En dat is echt... dat wordt kak, ja. Maar in die end zit het er wel in. Plintjes en dan hebben we een sweet home. Alabama. Wat zei je net? Niet nog een keer zeggen. Ik zei dat jullie het goed gedaan hebben. Dankjewel. Ja. Ja, mijn vader heeft ook hard geholpen. Hey, het sweat is dripping me. Echt grappig, hoor. Ja. Je wil even je moment of shine. Ja. Thanks, pap. Het was een zwaar dagje, maar het vloertje ligt erin. Niet helemaal perfect, maar we doen het ermee. Weet je wat nou het zwaarste was? Vertel. Het is in mijn leven een hele dag met persoon heb gewerkt. Ja, het is ook wel klaar voor de klussen vandaag. Wat zie ik je te bedenken? Je komt te spelen. Ja. Magic heaven. Ik ga even naar Street Jump doen, want bij Street Jump is zeker en we gaan ook een paar sprontjes doen. Je vraagt je vast af van Las, waarom heb je dat bedacht na zo'n zware dag klussen? Ik weet het zelf ook niet, maar we gaan het wel doen. Zeker weet niet dat ik er ben. Hij weet wel dat ik kom, maar hij weet niet dat ik er nu al ben. Zeg maar! Good morning, people!
Ik had me dus zeg maar kunnen verstoppen in het park en had je niet doorgehad. Nee, zeker doe het niet. Timo, je mag wat leren van deze gast. Niet zeggen. Zijn we dus bij Street Jump Long. Mijn geelstem is Wat we gaan doen bij Street Jump is eigenlijk heel simpel. Wij gaan een challenge doen. Oké, wij gaan iets doen wat ik vroeger best wel vaak heb gedaan. Ook nog eens met jou. En vroeger deden we namelijk alfabet challenges. Dan gingen we van A tot Z bij elke letter van het alfabet een andere trick verzinnen. Dan vond ik het na een dag klussen best wel veel bij elke letter van het alfabet een verschillende trick gaan verzinnen. Dus wat we gaan doen is, ik heb een random letter generator A tot C. Een willekeurige lettergenerator. Dank je, dank je. Ja, en dan als ik hierop klik, zo, poef, staat er de letter D. Wat de D? Jij wil de D nu. Nee, ik wil een trick met de letter D. En om het een beetje pikant te maken van... Nee. Om het een beetje spicy te maken, gaan we bij elke letter niet gewoon hier een dubbel voel doen, maar het iets, you know? Oké, Zeger heeft een spicy trickje gevonden. Je duikt naar beneden. Ja. En dan maak je terug en dan weer een dubbel. Ja. Ja. Nou, doe het. Ja. Dat was best goed, toch? Ja, ja. Ik doe een... Drol. Naar de wc. Ik doe... Ik kan wel iets... Ja. Drie cent. Ja, type roll. Ja, daarheen. Dus met een gap. Met een gap. Hey, nice. Even koekeloeren. Nou, heb jij toevallig een random letter generator? De P. We hadden net B. En nu is penis. Kut. Nee, ik penis. Nee. Ja. Poel over voel. Die is leuk dat voor mij. Dat is een rare. Die heb ik al heel lang niet zien doen. Hey. Nou. Hey. Hey. Stop. Er kan maar één trick zijn die jij met de P kan doen. You know? Zeg maar, het hoofd denkt wat het hart wil. Zo, dus het spreekwoord weet ik ook veel. Wat doe jij nog steeds? Nee, stop naast me. Wat wil je dat ik zeg, man? Basharol. Oh, die gast. Hij is getrouwd. Ja. Porno, dat is ook een P. Oh, yeah. Wat zit je nou te doen? Dat ging je toch een porno? Nee. Oep. Nou, mooi hoor. Snel je kleren weer aan, want you know, corona kilo's. Oké, next letter. Okay. Next letter. De W. W. Walter. Water. Wow. Wow. P van P. Ik zou afvragen waarom ik ze even nooit uitnodig. Hierom. Ik kom walflip, maar dan een soort van rare achtige walflip. Wajo! Wajo is ook met de W. Wajo! Hij weet eigenlijk niet wat. Bellotruc. En draai. Jij bent. Transitions. Transit doe je niet aan, hè? Nee. Nee. Hey. Dit is de W van Bellu landen, want ik ga hem echt niet landen. Ik ga hem toch doen. Hey, die vind ik origineel. Walkor. Walkor. Nou, komt ie. Ik ga Bellu op mijn bek. Ik heb heel lang niet gedaan. 2 seconden. Oké. Nou. Bijna, soort van. Hey. Oh. Maar ik heb het wel geprobeerd en dat is ook wat waard. We gaan nu alleen maar met de W praten, want het is fucking irritant. En hem, ha! Nee! Echt, deze man heeft echt seks nodig. Ja, je zei laatst ook al in de video, op mijn Tinder profiel. Ja. Volgens mij probeer je iets duidelijk te maken. Hi, ik ben Zee. Handstand overklap. Dat ga je nu ergens waarom? Doen? Handstand overklap. Dat was gewoon een handspring, maar dat is ook goed. En volgens mij moet jij nu wat bedenken. Ja, met een H, hè. Nee. Nee, dan moet ik je echt uitnemen. Anders geld worden voor hem dolfijn het maar gewoon. Halve draai. Hele draai. Hoe is die precies? Hij moet nou echt precies op de exit zijn. Anders mogen jullie hem allemaal uitlachen. Zo. Ja, vooruit gaan. Nee, maar je was wel vet. Bijna maar. Was vet. Hey, goed gedaan. Thanks. Nou, we gaan nog één letter doen, jongens. We pakken er nog één. Oh, eens even. Zo is het wel weer genoeg gelachen. Een klein beetje was leuk. Maar dit is wel heel veel. Nee. Ja, ze lachten hier niet uit, Zeger. Ze lachen hier al de hele tijd uit. Ik heb de I. Ik doe inward palmflip zo. Oh, dat is een goeie. Nice! Dat is eigenlijk wat je net deed met je voet, maar nu met je hand. Ja. Tijd over je sextape. Zeker gaat iets proberen wat hij nog nooit heeft gedaan, namelijk een inward sideflip vanaf dat in de airbag. Het proberen bedoel ik, ik ga heel hard gillen. Ja, je hebt nu genoeg gegild. Ah! Ah!
3, 2, 1. Dat leek er niet eens op, zeker. Ja, dus doe het nou. Dat leek er doe niet het. Eens op. Doe het. Ik ga het doen. Doe het. Kom, kom. Doe het. Ja, ik doe het. Doe het. Ja. Doe het. Nee. Doe het. Kom, kom. Doe het. Ja, kom. Doe het. Worden jullie ook wel eens moe van je doe eigen het. Vrienden? Doe het. Ja. Oh, kijk nou. Dat leek er niet eens op. Doe me nog één letter. Ja? Het knallen, ja. Het eind! Oh! V. V. Oh, dat is echt wel. Vortex. Vortex. Ik doe 100% Vortex. Ja, doe hem over deze muur. Vanaf deze trampoline over de muur naar daar. You did not understand how long I did not do a Vortex. Misschien best wel handig om te vertellen aan de mensen die dit niet weten wat het is. Want een Vortex is echt een trick, waar je oh. weet niet wat het is. Een Vortex is een salto waarbij je eerst een 360 maakt en dan op een flip, dan land. Oh my god, dat was een goede sideflip. Eerst een 360 maakt en dan op een flip. Oh my dan land. God, dat was een goede sideflip. I totally lost track of everything in life. Ik kan niet eens. Weet je hoe hard mijn hoofd op die rand knalde? Ja, ik kan geen vortex meer. Ik heb dat zo lang niet meer gedaan. Ik zeg cool, zo'n sick niet trick. Wat vet. Ja. Ik doe een vortex, maar niet hier, want ik sterf. Was je goed? Ah, die was best goed. Ja, dat is een goede vortex. Even nog een keer voor de cinematics. Oeh. Oeh. Wat? Hartstikke idee. Het begint ergens op te lijken. Ik zat dus wel echt te denken aan een fout. Maar dan wel even een leuke fout. Misschien een precision erbij. Weet je, iets cools. Ja. Ja, hè? Ik zat zelf te denken aan een reverse. Ja. En dan precision naar de camera. Oké, oké. Oeh. Ja. To be honest, it doesn't look that fat. Dames en heren, jongens en meisjes. Oh, ik wou het niet zeggen, ik heb het toch gedaan. Mensen die kijken, we kunnen nog flips met letters van het alfabet. Yeah. Het is niet meer het... Lars, noem één flip zonder letters van het alfabet. Nee, maar... Dus dat is gelukt. We moeten wel stoppen nu, want ik ben helemaal kapot. Ik zweer het, zometeen val ik om. Ik wil nog wel vaker video's maken met flips. Dus wie weet zie je dat in de volgende video. Oh, je wil nog wat zeggen? Like en subscribe. Wat doe ik ook alweer? Oh ja. Dit is zo cool. Belletje, belletje ook. Hey, vond je deze video leuk? Geef dan een like. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei! Nee, maar ik doe niet zo lang. Oh, sorry. Ik doe... Doei, doei. Ja, dat is hem. Doei. Dat is hem. Doei. Doei. Heel schattig zo. Heel schattig. Doei. Hey, Lars. Gaat goed, man. Let me just take a shit, man!